Omdat de support op de vorige XP Glitch video zo goed is, heb ik vandaag voor jullie weer een gloednieuwe XP Glitch in Fortnite Chapter 3. Deze XP Glitch geeft weer oneindig veel XP en je kan er gewoon doen als je weg bent of iets in die richting. Dus let goed op om deze goed zelf uit te kunnen voeren. Ik zou het heel erg nice vinden als je even een blauw duimpje omhoog achterlaat en even abonneert op mijn kanaal met dat belletje aan, want dan mis je geen enkele video van die ik upload. En ik wil even een shout-out doen naar deze mensen. Dankjewel voor het abonneren. Wil je nou ook een shout-out krijgen? Abonneer dan nu op mijn kanaal met dat belletje aan. Dan gaan we nu gewoon gelijk beginnen, dames en heren. Dus let goed op. Doe de stappen die ik ook doe om deze experience zelf te doen. Dus ik zou zeggen, let's go. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Daar zijn we weer in het main-menu-schermpje van Fortnite Chapter 3. En ik heb vandaag voor jullie weer een gloednieuwe XP glitch waar je echt ziek, maar ook echt ziek veel XP mee kan farmen. Dus ik ga vandaag gewoon weer op mijn account laten zien. Want zoals je kan zien heb ik ook ondertussen al de witte Spider-Man unlocked in Fortnite. Ik ben op dit moment level 143 en met die XP glitch gaat het echt super snel. En daardoor kan je dus ook al die bonus rewards van de Battle Pass heel snel unlocken. Dus je hebt natuurlijk elke keer 20 sterren nodig om dus iets te kunnen unlocken in de Battle Pass. En ja, hoe sneller je level up gaat, hoe meer van die sterren je krijgt, oftewel hoe sneller bij wijze van spreken deze versie van Spider-Man kan unlocken. Of deze versie. Of juist de gouden versie waar ik nu echt heel erg hard voor aan het grinden ben. Maar voordat ik jullie de nieuwe XP glitch ga laten zien, vraag ik eerst even te abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan. Want dan ben je gewoon een hele grote baas op was in als je maar even support. Want dan mis je gewoon geen enkele video die ik upload. En mis je ook geen enkele nieuwe XP glitch. En jongens en meisjes, als je nou eventjes mijn code wil gebruiken in de Fortnite item shop, zou ik dat ook heel erg waarderen. Dat is gewoon dezelfde naam als mijn YouTube kanaal, dus accepteer hem en gebruik hem in de itemshop, zou ik gewoon heel erg nice vinden. Maar wat je voor deze glitch weer moet doen is een speciale code invoeren voor een map die wij vandaag gaan spelen. En ik heb die map hier rechts al open staan, zoals je kan zien, er staat FFA World War en dan een paar Arabische tekens. Maar ik ga jullie eventjes de map laten zien hoe die eruit ziet en wat de code is. Dit is namelijk de map. Kan ik de code ergens laten zien? Hoe kan ik dat laten zien? Vierkantje volgens mij. Ja, hier. 48273917735. De code staat een beetje rechts in beeld. Zoals je kan zien, dat is de map die je moet doen. Die moet je gewoon eventjes playen. Klik op play. Private game of public game, wat jij wil. Ik wil graag een private game. Dus ik klik op ready. En dan gaan wij dus deze map starten. En dan ga ik jullie dus laten zien of je veel XP krijgt. We hebben 17.000 XP nodig om level 144 te worden en weer dus 5 van die battlestars te krijgen. Zoals je kan zien gaan wij nu een potje in en ik ben heel erg benieuwd, dames en heren. Ik heb deze glitch ook zelf net gezien. Ik ga hem nu ook gewoon voor de allereerste keer proberen. Want in de vorige XP glitch video had ik al het maximale XP wat je per dag kan krijgen gehaald, zeg maar. En dat wil ik nu een keer voorkomen. Dus we gaan even kijken of dat bij deze kant. Zoals je kan zien, de map ziet er zo uit. Add the map to your favorite. Nou, dat heb ik net al gedaan. To find a new lobby. Nou, dat hebben we allemaal niet nodig. Dus we moeten nu eventjes 75 seconden wachten totdat dus de nieuwe map gaat beginnen. Nou, dan kunnen we even een mooie nieuwe emote doen die ik gisteren gekocht heb met mijn code. Kijk eens aan, dames en heren, hoe ziek het is. Maar ik vind die Spider-Man, de witte Spider-Man, vind ik echt heel hard om te gebruiken. Vooral omdat de map ook heel erg met sneeuw is. Dus dan val je al wat minder op. Natuurlijk, je kan ook die andere skin aanzetten die ik laatst gekocht heb. Die hele zwarte die je elke kleur kan geven. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben, dames en heren. We gaan het nu gewoon hebben over om te kijken hoeveel XP we gaan krijgen. Jongens, nog 50 seconden. En dan gaan wij dus beginnen met de nieuwe XP glitch. Ik heb er super veel zin in. Daar gaan we, jongens en meisjes. De laatste 10 seconden. Oké, ik ga jullie laten zien wat je dus moet doen. Dus let goed op, hè. Want dit kan je dus zelf ook thuis nadoen op de PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox, waar jij ook maar voor hebt gespeeld, kan jij dit op doen. Dus eventjes kijken hoe dit nou precies werkt. Oké, we starten dus hier zoals je kan zien. En wat we dus moeten doen, is we moeten hier naar beneden, hier naartoe inlopen. En wat je dan moet doen, is je gaat hier op dit ding staan. En als je dus op dit ding staat, moet je dus emote. En als het goed is, krijg je dan heel veel XP. Dus here we go. Hoeveel XP gaan wij krijgen? Ja, kijk, nu gaat het XP beginnen, dames en heren. Let's go. Kijk, het XP gaat nu gewoon doorlopen. Je hoeft hier letterlijk helemaal niks te doen. Je hoeft hier alleen maar te blijven staan. En het XP blijft gewoon aantikken totdat wij, zeg maar, gewoon op een gegeven moment klaar zijn. Als het goed is, stopt het XP vanzelf. En als het XP stopt, moet je de game leaven, opnieuw opstarten en precies weer hetzelfde doen. En dan krijg je dus gewoon unlimited XP. Want dit kan je gewoon de hele tijd blijven doen, jongens en meisjes. Kijk dan. Ik ga hier gewoon zitten en kijken hoeveel XP we kunnen bijkrijgen. We hebben 17.000 XP nodig om dus een level omhoog te gaan. Nou, zoals je kan zien, we zijn voor mij 20 seconden bezig. En we hebben dus al bijna 2000 XP erbij. Zo snel XP krijg je niet in een potje Fortnite spelen, dames en heren. Dus ik zou zeggen, als je een keer moet eten, of als je een keer even naar de wc moet, of je moet even douchen, ga gewoon deze map in. Zet dit gewoon aan en je krijgt gewoon gratis XP. Terwijl je gewoon dingen aan het doen bent.
waarbij je niet kan gamen, maar je toch wil levelen. Want dit zijn gewoon gratis levels. Letterlijk gewoon gratis dingen in de Battle Pass unlocken, terwijl je er niet voor hoeft te spelen. Want ja, ik weet dus niet hoe lang het duurt voordat zeg maar de XP stopt met geven. Voor mij, als, het, als je een level omhoog gaat, zeg maar, stopt het. Dus ik wou zeggen, maar ja, als je dan naar school gaat en je gaat deze aanzetten, dan werkt het misschien niet helemaal. Want zodra je een level omhoog gaat, stopt het XP geven en dan moet je de map weer opnieuw starten. Dus ja, je moet denk ik wel in de buurt van jouw controller, keyboard of wat dan ook zijn, om deze XP glitch goed te laten werken, zodat je het maximale uit kan halen. Maar, zoals ik in de vorige video natuurlijk ook al zei, je moet wel opletten, want vorige keer toen ik het aan jullie wilde laten zien, had ik mijn XP cap van deze map bereikt en dan moet je even 24 uur wachten en dan kan je het weer doen. Dus voor mij kan je 100.000 XP op deze manier per dag krijgen, plus dan nog eens gewoon de normale potje die je speelt. Dus dan, als je een beetje goed bent, pak je misschien wel 150.000 XP per dag, wat natuurlijk al super nice. Maar kijk dit, ik ben gewoon even een verhaaltje aan het vertellen en terwijl ik een verhaaltje aan het vertellen ben, pak ik gewoon 5.5k XP. Dat is toch bizar, jongens? Dat is toch bizar? Gewoon zo ziek veel XP, terwijl je niks aan het doen bent. Je bent een beetje aan het emoten. We kunnen ook nog andere doen, we kunnen deze doen. Het XP gaat gewoon door. Het XP blijft gewoon doorgaan. Ik heb mijn controller hier, zoals je kan zien, beet. Ik doe er letterlijk helemaal niks mee, hè. Ik heb hem letterlijk hier in mijn handen, zo. Ik gebruik hem niet eens. En het XP blijft me aantikken. Ik vind het echt bizar. Maar het is wel heel nice. Dus ik hoop dat jullie wat aan deze tip hebben. Nogmaals, heb je nog geen blauw, dan heb je hem al uitgelaten. Doe dat nu eventjes, want ik zie het, hè. Jij zit gewoon naar dit te kijken. Probeer dit zelf gewoon. Ik kan niks anders dan zeggen dan probeer het zelf gewoon. Weet je wat? Wat ik nu ga doen, is ik ga nu gewoon eventjes wachten totdat we bijna die 17.000 XP hebben. En dan ben ik bij jullie terug, oké? Ik zie jullie zo meteen. Het is zover, jongens. We gaan er bijna komen. We zitten nu bijna op 13.000 XP. En dan kan ik jullie dus laten zien dat als ik daadwerkelijk het level omhoog ga, of het dan stopt, of dat het dan doorgaat. Maar ik had natuurlijk 17.000 XP nodig. Ik heb letterlijk 2 minuten mijn mond gehouden, of 3 minuten. En we zijn nu al zo ver. Het is echt zo chill om dit te zien. Je hoeft letterlijk niks te doen. Hier, ik ben nu ook niet eens meer aan het emoten, hè. Ik ben niet eens meer aan het emoten. Ik ga gewoon even door met emoten. Kijk, ik ben een level omhoog voor mij. Oh, hij gaat weer opnieuw starten. Kijk, hij start nu weer opnieuw omdat ik opnieuw ge-emote ben. Oké, wacht. Ik was bijna mijn level omhoog. Ik zag net dat dat level bijna omhoog ging. Oké, maar hij gaat gewoon door. Ik heb niks anders gedaan. Ik had eigenlijk niet even op emote moeten klikken. Maar goed, je zag dus dat ik al 13.000 XP had. Alright, laten we even checken. Want ik had bijna, was ik level omhoog. Ik weet alleen hoeveel XP ik nu dus nodig had om mijn level omhoog te gaan. Shit, waarom verneuk ik het nu weer, jongens? Oh my god. Kijk, we hebben weer 1000 XP terug. Oh my god. Nou, zoals je kan zien, het XP blijft gewoon doortikken. Dus wat ik ga doen, is ik ga even de game leaven. Om te kijken welk level ik dus nu ben. Ik ga de game leaven. Welk level zijn we, dames en heren? Ga het mij even laten zien. Zijn we nu dan level omhoog gegaan? Want ik was bijna het level omhoog. Alleen ik klik dit opnieuw emote. Oh mijn god, ik moet nog 500 XP. Oké, we gaan even die 500 XP terugpakken. Hold up. Ik moet dit gewoon omhoog levelen. Kom op. Nou jongens, dan gaan we weer het laatste beetje XP pakken om mijn level omhoog te halen. 1500 XP had ik nodig ongeveer. Dus ik blijf tot de 2000. Dan leave ik de game. En dan kunnen jullie dus zien dat ik mijn hele level omhoog ben gegaan met deze nieuwe oneindige XP glitch. Dus let's go. Even het opschieten. 2000 XP hebben we ongeveer nodig. Zoals je kan zien, het gaat echt rete snel. Want we zitten alweer op 500. Echt nogmaals. Ik heb het al gezegd. Probeer het gewoon lekker zelf, dames en heren. Je kan het gewoon zelf thuis doen. Op alles wat er ook maar te doen valt. Dus nogmaals, de code staat boven in beeld. 4827-3917-7735. Kijk eens aan. We hebben nog 400 XP precies nodig om level up te gaan. En dan zijn wij klaar. Hebben we weer 5 Battlestars erbij. En kunnen wij gewoon weer verder gaan met XP glitchen of wat dan ook wat we willen doen. Dus even kijken. Als het goed is, hebben we het XP nu wat we moeten hebben. Dus ik wacht nog heel eventjes. Dan ga ik de game leaven. Maar ik weet zeker dat ik nu wel genoeg heb. Dus we gaan de game leaven. Heb ik genoeg XP om mijn level omhoog te zijn gegaan? Show it. En dan is het helemaal klaar. Dan hebben we weer een goede XP glitch aan jullie laten zien. Here we go. Ja, kijk eens aan. Level 144. 74.000 XP nodig tot level 145. Een nieuwe XP glitch uitgelegd en weer gelukt voor jullie.